and his appearance is made known to men. Maar hij zit daar en zijn verschijning wordt duidelijk aan de mensen. But when we go to the judgment throne in chapter 20, maar als we gaan naar de troon des oordeels in hoofdstuk 20, there is not one mention of the appearance of God. Daar wordt eigenlijk de verschijning van God op geen enkele wijze genoemd. He is there. Hij is daar. Not to reveal himself in salvation. Niet om zichzelf te openbaren met heil. But to hide himself in judgment. Maar hij verbergt zichzelf in oordeel. You see, the most gracious thing that God can do for you is to make himself known to you. Weet je, het meest genadige dat God voor jou kan doen is dat hij zichzelf aan jou bekend maakt. And he is doing that. En dat doet hij ook. I spoke about God making himself known to the inner chambers of your heart. Ik heb gesproken over de Heere God die zichzelf bekend maakt in de diepste kamers van jouw hart. I told you about God having written his law upon your heart. Ik heb je gesproken over God die zijn wet schrijft in jouw hart. And about God giving you a conscience. En dat God je een geweten heeft gegeven. And about all of creation declaring the glory of God. En dat de hele schepping getuigt van de heerlijkheid van God. And then you have preachers. En dan zijn er predikers. Preaching of the salvation of God. En die prediken het heil van God. And you have books and tracts telling you about how to be saved. Je hebt boeken en je hebt tractaten en die vertellen je over hoe je behouden kunt worden. On the radio and even on the television. En op de radio en zelfs op televisie. You are hearing the gospel preached. Hoor je het evangelie gepredikt worden. God is extending his hand to you. En God reikt zijn hand naar je uit. He is revealing himself to you even tonight. Hij openbaart zichzelf aan je ook vanavond. But on the day of judgment. Maar op de dag des oordeels, there will be no revelation. Dan zal er geen openbaring zijn. The greatest judgment God could ever bring upon a people is to hide himself from that people. Het grootste oordeel dat de Heere God ooit over een volk of over een volk kan brengen is dat hij zich verbergt voor dat volk. We see that in his judgment of nations. En we zien dat ook in zijn oordeel over de natieën. There will be a time in the history of a nation that God will reveal himself to that people. Er zal een tijd zijn in de geschiedenis van een volk dat God zichzelf bekend maakt aan dat volk. It is a divine and sovereign visitation. En dat is een goddelijke, soevereine bezoeking. But although the people know God, they do not acknowledge him as God or give thanks. Maar zelfs als mensen God kennen, erkennen ze hem niet als God en geven ze hem geen dank. And so God turns them over to the corruption of their own heart. En dan geeft God hen over aan de verdorvenheden van hun eigen hart. And sets them free to make their own gods. En hij laat hen los om hun eigen goden te maken. And does not reveal the truth to them any longer. En dan openbaart hij hen de waarheid niet meer. But here on judgment, on judgment day, maar hier op de dag des oordeels, all is taken away. Dan wordt alle openbaring weggenomen. No vision of God. Geen zicht meer op God. No gospel message. Geen evangelieverkondiging. Now there is only judgment. Nu is er alleen nog maar oordeel. Then look in chapter 4 verse 3. Maar wat staat er in hoofdstuk 4 vers 3? It says that there was a rainbow around the throne like an emerald in appearance. Er staat en een regenboog was rondom de troon en het aanzien den steen smaragd gelijk. The rainbow in the scriptures represents God's covenant, God's promise. En de regenboog in de Bijbel vertegenwoordigt altijd Gods belofte en Gods verbond. And even today God calls out to you and holds out to you the promise of salvation. En ook vandaag reikt de Heere jou de belofte van het heil. For God so loved the world he gave his son. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft gegeven. That whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. He came into the world not to condemn the world but that through him the world might be saved. En hij kwam in deze wereld niet om de wereld te veroordelen maar opdat de wereld behouden zou worden. The Bible is full of promises to you. De Bijbel staat vol met beloften voor jou. Of all the salvation that God has in Jesus Christ. Over al het heil dat God voor jou heeft in Jezus Christus. On every page is the promise of salvation. Elke bladzijde geeft jou de belofte van het heil. To those who believe, to those who call on the name of the Lord. Voor hen die geloven en die de naam van de Heer aanroepen. To those who turn from their sin and come by faith. Voor hen die zich afkeren van hun zonde en in geloof komen. But when we get to chapter 20, maar als we dan bij hoofdstuk 20 komen, there is no rainbow.
dan vinden we de regenboog niet meer. It's gone. Die is weg. There is no more a promise of salvation. Dan is daar niet meer de belofte van het heil. It has been withdrawn. Die belofte is dan teruggenomen. And no matter how hard you seek for it. En hoe hard je er ook naar zult zoeken. You will not find it. Je zult het niet vinden. On that day you will cry out, just one more chance. En op die dag roep je misschien uit, nog één kans dan. Just let me hear one more promise. Heer, laat me nog één keer een belofte horen. And this time I will believe. En dan zal ik geloven. But nothing will be granted you. Maar op die dag zal je niets worden geschonken. Let's go on. It says in verse 4 that around the throne were 24 thrones, and upon the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white garments and golden crowns on their heads. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Here we see angels surrounding the throne of God. Hier zien we engelen rondom de troon van God. Powerful and mighty creatures. Machtige en krachtige schepselen. Sitting in the very presence of God. Die zich bevinden in de tegenwoordigheid van God. Worshiping him. Hem aanbiddende. Taking counsel with him. Naar zijn raad luisterende. But when we get to Revelation chapter 20. Maar als we bij hoofdstuk 20 komen, these mighty creatures have completely withdrawn. Dan zijn deze machtige schepselen niet meer aanwezig. Now these creatures are so great that if they were to appear on the earth, it would probably destroy all the universe. Nou, deze schepselen zijn zo groot en machtig dat als zij op de aarde zouden verschijnen, dan zouden ze het universum daarmee vernietigen. Yet on the day of judgment they withdraw. Maar op de dag des oordeels zijn ze daar niet. It is though that day is going to be so terrible that neither that not even they can behold it. Het is alsof die dag zo verschrikkelijk zal zijn dat zelfs deze engelen er niet naar kunnen kijken. They want to get as far away from it as they can get. En ze willen er zo ver mogelijk vandaan zijn. Know this. Dit moet je weten. On the day of judgment no one will be standing there with you. Op de dag des oordeels zal niemand naast jou staan. No one will be pleading your case. Op dat moment zal niemand voor jou pleiten. You look over to those angels and they will shake their head. Do not look to us. En misschien kijk je naar andere engelen, maar ze zullen nee schudden. We cannot help you. We kunnen je niet helpen. You look over to your preacher and you look to him and say, help me. En je kijkt misschien de andere kant op naar je predikant en je roept misschien naar hem uit, help mij. He looks away. Maar hij keert zijn gezicht van je af. I cannot help you. Ik kan je nu niet helpen. You even look to your parents. En je kijkt misschien naar je ouders. Hoping that there you might find some help. In de hoop dat zij je misschien kunnen helpen. But they stand back from you. Maar ze doen een stap achteruit. Now, child, you are on your own. Nu sta je op jezelf, mijn kind. We cannot intervene. En wij kunnen niet tussen beiden komen. And we would not intervene if we could. En als we het wel zouden kunnen, dan zouden we het niet doen. There is nothing to be done for you. Op dit moment kan er niets voor je worden gedaan. It's over. Het is voorbij. In the academic setting in the United States of America. Nou, in de academische wereld in de Verenigde Staten. Our standards have dropped so low. Is onze maatstaf zo veel lager geworden. And the teachers are more concerned about the self-esteem of the student than the student's learning. En de leraren maken zich meer zorgen om de zelfwaarde van de mensen dan dat ze werkelijk leren. And so a student knows that he can do bad on every test the entire year. Dus studenten die kunnen het maken om in feite helemaal niet goed te presteren. And then at the end of the year he can go to the teacher. En aan het einde van het schooljaar kan hij naar zijn leraar toe gaan. And say, please give me at least something extra I can do so that I can pass this class. En dan zegt de student tegen zijn leraar, kunt u me alsjeblieft nog een extra opdracht geven opdat ik toch dit vak kan halen? That's a dangerous habit to learn.
En dat is een hele gevaarlijke gewoonte om die aan te leren. Because so many people will stand before God on that day. Want op die dag zullen zoveel mensen voor God staan. And they'll say, give me something else I can do to take away this judgment. En ze zullen dan zeggen, kunt u mij nog één opdracht geven opdat het oordeel aan mij voorbij gaat? Give me one opportunity. Geef me nog één mogelijkheid. I don't care how difficult the task. Tell me to do it and I'll do it. Het kan me niet schelen hoe moeilijk deze opdracht, wat u ook zegt, ik zal het doen. And God will look at them. En God zal hen aankijken. Maybe they'll hear something like this. En dan zullen ze iets als dit horen.